zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer al om een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Hinde Remus. Haar naam is Bea. Welkom weer op een deel op Onze Leven. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken en deze video te liken. Daar ben ik heel blij om. Dan doe ik ook nog een kleine oproepje naar jullie toe. Kent er iemand iets van Steam? Ja, ik heb ooit eens, ja. Tamara, Steam is een platform waar je dus spelletjes op kunt downloaden. En die blijven ophoeken op jouw account. Hoe lang geleden dat je ook daar zit op geweest, uw account zal altijd actief blijven. Zo wil ik ben nu een Psycho-PC2 account terug proberen los te krijgen. Die is al meer dan 1600 dagen geleden is in gebruik genomen. Dat was de laatste keer. En die ben ik nu aan proberen los te krijgen. Dat zij er dan ook terug wat spelletjes op kan spelen. Daar ga ik dan ook, als die account dan is losgekomen, ga ik die account ook gebruiken voor ook Uno op te installeren. En dan kunnen we samen naar Uno spelen. En dat zie ik wel niet graag, dat daar in een plastieke zak zit te waaien. God, mijn jaren. Juist zo langs mijn auto af. Dat kan wel kretsen geven hoor, mensen. Ja. Mijn schat zo aan het kijken. Doe niet zo aan zo. Het is, ik heb gelijk. Ik heb godverdomme gelijk. Ik doe een nozel. Oké dan. Oh, een stom zakje dat naast je auto maakt. Kom aan, hé. Een stom zakje? Dat is een hele zak hoor, schat. Dat is waar bakstenen en al hebben in gezeten, hè. Ah. En die kunnen wel kras geven, want dat is harde plastiek, hè? Ja. Oh, ziet de wind maar eens gaan met mijn dingen. Met mijn witte tafellaken. Ja, van Mirjam nog altijd. Die blijft hier zo lang hangen tot de virus voorbij is, de coronavirus. Oh, maar die waren druk op dat die richting. Ja. Wat, de zak? Ja. Ja, die gaat op de straat belanden. Ik ga hem niet halen, want ik wil die afval niet hebben hoor. Dus. Ja, ligt op straat. Auw, tegen een auto. Ja, tegen een auto. Gelukkig was het de mijne niet. Dus dan ga ik ook nog de suikertjes halen voor op tafel. Ja, ik ben de ontbijttafel aan het klaarmaken voor mij en mijn schat te kunnen eten. Want er moet toch ook nog ontbeten. Dan ga ik hier ook nog wat sandwiches uithalen. Voilà, sandwiches. Van At The Corner. Dus alsjeblieft, jullie hebben weer reclame gekregen. At The Corner, zeker naartoe gaan, ook met deze moeilijke tijden. Ga uw sandwich daar halen, ga uw brood daar halen. Of ga iets lekkers halen, zoals een eclairke of koffiekoeken. Noem maar op, dan maken ze daar allemaal voor jou klaar. En ik zeg het u, het is daar echt heerlijk om te eten. En vriendelijke mensen. Echt waar, heel vriendelijke mensen. Nu nog mijn tas. Mijn grote gele tas. Ja, daar staat iets op, maar ik kan het niet laten zien. Allee, ik kan het wel laten zien. Mensen ook van de Efteling, jullie hebben het ook heel zwaar getroffen. Want de Efteling is normaal gezien 365 dagen om 365 dagen open. Maar omwille van de overheid van Nederland hebben ze de deuren ook moeten sluiten. Ook zo de deuren laten sluiten van Toverland. Toverland was ook een van de pretparken die bijna het ganse jaar door open is. Dan de openingsweekenden, zo gelijk Bobbejaanland, Walibi, Plopsa en al, dat valt nu ook deze keer in het water.
En wanneer dat hun de deuren kunnen open doen, dat weet bij God niemand niet. Dus dat vind ik wel een klein beetje ook jammer. Maar het komt wel goed. Mensen, het is ook de werknemers van Bobby Aland en ik zal zeggen, de werknemers van attractieparken, heel veel moed om nog altijd wat thuis te zitten. Ook met 70% inkomen. Sorry, ik heb per ongeluk op mijn powerknopje gedrukt, waardoor dat de opname is gestopt. Dus even nog eens opnieuw. Ik had het eigenlijk niet door dat ik aan het filmen was. Dus het ontbijttafel staat al helemaal klaar. Alsjeblieft. Sandwiches, choco, smeerkaas, melk. Het belangrijkste ben ik nog vergeten. De koffie. Schat zat al zo te kijken van wat is hij nu nog vergeten. Ja. Tja, tja, koffie. Die zit helemaal vol, ziet. Lekker veel koffie. Voilà, die zet ik dan hier ook heel rustig en wel neer. En dan kunnen we gaan eten. Maar mensen, ik heb hele kwaad zitten te geven. Het heeft ook iets saus. Dat ga ik zelfs ook nog doen. Maar nu is het even break time. Voor even aan de frituur te gaan. Morgen in zitting hier. Dus dat mag wel. Dat is een essentiële verplaatsing. Ik ga eens kijken als het rondpunt nog open is. Want een en ander is nog altijd aan het sluiten omhoog van dat ze met dan met verlies werken. En dat is ook niet de bedoeling. Ja. Precies hier iets mee gedaan dat het een beter optrekt. What the fuck? En hier staat nu ook al een auto. Ik ga straks eens vragen als ik op Pokémon jacht mag eens even gaan, wel in mijn auto. Proberen mijn motor rapper warm te krijgen, dat ik hier warme lucht door kan chassen. Want dat is ook friskes. Het is nu 17:02. Ik weet het nu niet. Even kijken, mijn dingen. Jawel, het is 18:03, dus die staat ook al juist. Merci. En het is 6 graden. Goed. En de oké is gesloten. Dus dan gaan we maar door. Daar zijn hier ook alle winkelparken zitten weg. Nee, die staan nog allemaal buiten. Wat is er? Ja. Hier hangt dan ook nog een witte doek. Ik ben zoals rond aan het kijken voor de mensen die toch de zorgsector steunen met hun witte doeken, witte lakens, maar echt triestig hier in Alken. Zeg Menk, je zit al 500 meter al aan het pinken en dan gaat het hier pas in. Dat is ook wel raar. Ach ja, maakt niet uit. Ik ben hier nu bij de rondpunt. Ik ga dan gauw het eten uithalen als het open is. Maar dat laat ik je ook wel zo weten. Voor de mensen, een zoektocht, een naald en een hooiberg. Voor te kijken als er nog ergens een frituur open is. Maar ik denk dat het heel moeilijk gaat worden. Maar nee, ik had slecht nieuws. Als het niet open is, en een frituur, dan heb ik geen eten. We hebben echt geen eten. Dus nu hoop ik dat er ergens een frituur open is. Dat stay home, dat is ook al iets heel moois. Witte, ja, hier zijn er heel wat witte doeken en al. Ook uit de ramen. Toppie.
zelfs hier het ganse stuk. Eletisch, Shockland. Hebben die daar ook in een witte vlag uithangen of niet? Nee, maar ze zijn ook tot heden gesloten. De Pinkskin is tot heden gesloten. Ah, godverdomme. Even zoeken naar een frituur. Daar gaat hier ook nog een en tanden nog iets worden. Zo ben ik nu ook al beland in St. Lambrechts Herk. Maar ik weet sowieso al één frituur waar ik nooit of nooit meer ga frietjes gaan halen. Dat is ook waar ze ijs verkopen. Maar ik ga het niet met de naam noemen, want ik wil ook geen slechte reclame. Ja, slechte reclame is ook wel reclame, dat weet ik, maar... Ik weet het niet. Het gaat nog moeilijk worden. Je hoort toch onder een voedselketen, hè? Die frituur is hier ook al gesloten, dus het wordt kinkloppen. Ja, het wordt echt kinkloppen. Ja. Dan weet ik dat al zo van. Allee, nog één frituur heb ik voor het oog. Dat is het frituur in het centrum. Please laat die open zijn. Of anders er... Nee, ik ga rechtdoor rijden. Of anders word ik echt gek. Dan moet ik nog even gaan nadenken wat we dit nog wel nog kunnen eten. Ik weet het niet. Ik weet het niet, hè. Want ik weet sowieso, Alex Matthijske is ook gesloten, maar daar kon ik ook wel gaan afhalen. Maar... nee, zie ik, die is ook gesloten. Alex Matthijske. Oh, het gaat echt nog moeilijk worden. Wie had dat gedacht? Want je moet ook denken, de Burger King, McDonald's, Quick, allemaal gesloten, hè. Allemaal, hè. Zelfs de McDriver, gesloten. Oh. Ik weet het niet. Ik weet het godverdomme dan niet. En ik wil voor mijn schat zorgen. En ik heb ook honger. Wow. Jullie open zijn, voordat jullie open zijn. Jullie blijven, ja, ik blijf gewoon nog even zo verder opnemen. Tot ik echt tot aan de frituur ben. Dan kunnen jullie aan mijn gezicht zien als hem open is. Of als hem gesloten is. Fingers crossed. Ik ben er bijna. De wind is ook aan het op aan het komen. De wolken zijn aan het opkomen. Ik denk dat het zelfs wel in een goede bui gaat vallen. Come on, word groen, want ik heb honger. Oké, manneke wordt al rood. Dan is nog maar een paar seconden dat dan mijn rode lichten op groen springen. Dan tel ik, go af, tellen 3, 2, 1. Hier staan ze allemaal al buiten te wachten. Nee, schat, echt niet. Dat staat een hele rij. Fuck you, echt. Wat kan ik dan nog eten? Echt waar. Er stond even 20 man buiten. Ja, sorry schat. Ik heb niks gevonden. Dat is echt kut, sorry. En ik heb daar altijd slimme banden, hè. In die noem. Ik hoor dat telkens keer opnieuw.
Alec, kan je laten... Zo mensen, ik heb ergens heel grote spijt van. Het is nu 21 uur 40. Ik ben eigenlijk nog bezig aan de vlog van gisteren. Ziet, staat nog niks klaar. Alleen maar de intro en mijn afleveringsjes, mijn fragmenten. Ja, dat is niet goed, hè. En dan moet er ook nog de vlog van vandaag moet dan ook nog in orde gemaakt worden. Mijn schatje, die ligt hier gewoon langs me. Ze is die kapot, hè. De laatste tijd wel, ja. En hoe komt dat? Dat weet ik niet. Zie dus mensen hoe moe dat ze is. Hoe ze eruit ziet. En nee, ze heeft niet geblauwd. Nee. Ik denk dat het komt doordat ik continu binnen zit, dat ik er zo uitzie en moe ben. Dat kan goed zijn. Want ik heb het ook continu koud, hè? Ja. Ik heb ook al gevraagd, schat, kom eens met mij eens mee een wandeling doen, hier buiten, als het mooi weer is. Maar ja, ze wil toch liever binnen blijven, hè? Ja. Ze heeft een klein beetje schrik van de corona. Maar dat moet niet. Als je goed voldoende afstand houdt van de andere mensen, dan zul je dat niet krijgen. En ook van de objecten afblijven. Zoals ik vuilbakken en al. Als je toch iets wilt, in een vuilbak wilt gooien, doe het dan met handschoenen aan. Ik heb altijd handschoenen bij. Ja, wat moet ik daarop zeggen? En dat je eens mee naar buiten moet komen. En zolang je dat blijft vragen... Dan blijft ze niet... binnen. Ik weet het. Dat is een moeilijke. Ik ben vooral heel koppig. Dat heb ik al ondervonden. De kijkers nog niet. Nee. Want ziet, mijn hoofd-pc die staat uit. Ik mag er niet mee naartoe gaan. Van haar. Nee, ze zit continu achter die computer. Ja, maar ik kan ook maar niet continu bij jou zijn, hè? Ja, maar vandaag heb je echt weinig aandacht aan mij besteed. Oké, dan. Ja, oké. Dan ga ik ook hier de vlog niet beëindigen. Dan ga ik nu de vlog in elkaar nog zeker die van gisteren, ga ik die nog gewoon uploaden. Maar kijk eens, het is niet dat hij mij geen aandacht geeft. Laat dat duidelijk zijn. Hij geeft me wel aandacht, maar soms geeft hij mij te weinig aandacht. Voilà, bij deze weten jullie het. Ja. Nog iets? Ze weten het niet. Ik ga zo tegen je aanleggen en mijn oogjes dichtknijpen. Ik denk het ook. Allee, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video is geüpload. En dan zien we elkaar weer morgen terug, fris en wel. En dankjewel om een deel uit te maken van Diem de Remens zijn leven en Bea haar leven. Die zo wat geven was. Ja, ik heel echt veel de laatste tijd. Oh, sorry kijkers. Misschien is het beter dat ik even niet meer in de vlog kom. Laat maar weten of jullie mij nog willen zien op deze manier. Allee, laat het hier maar in de reacties weten. Tot morgen. Yo.